Ik ben David en welkom bij de allereerste en nieuwe aflevering van YouTube Nieuws. De show waar het draait om YouTube feitjes, roddels, statistieken en natuurlijk top stijgers en dalers van deze week. Ik zal me voornamelijk op YouTube Nederland gaan richten, ook een klein beetje op het buitenland. En ik zal mijn eigen persoonlijke mening proberen zoveel mogelijk erbuiten te houden. Vandaag in YouTube Nieuws. Gamekanalen stijgen sneller dan ooit tevoren. Waarom is dat? DDoS aanvallen. Wie doet ze en waarom? Hoeveel verdienen YouTubers nou echt? En de echte viral van 2015, Monica Geuze met Laten Gaan. Zoals ik dus al zei, stijgen gamekanalen sneller dan ooit tevoren. Waar komt dat? Waar komen alle kijkers vandaan? Ik heb op mijn eigen kanaal, Dus David Games, bijvoorbeeld een stijging van 30% gezien de afgelopen 2 maanden. Wat ervoor gezorgd heeft dat ik voor het eerst meer dan 10 miljoen views per 30 dagen heb gekregen. Collega gamekanalen zoals Game Meneer en Daagse D doen het zelfs nog een stuk beter. En die zit op 12 en respectievelijk 17 miljoen. Wij als YouTubers hebben natuurlijk geen flauw idee waarom het komt dat iets populair is. Wat denk jij? Laat het even achter in de reacties. Zoals ik aan de introductie al zei, een DDoS aanval. Ik zal de technische term een beetje voor me houden, want het is heel erg ingewikkeld. Maar het komt erop neer dat jij je internet niet meer kan gebruiken omdat iemand jouw IP gevonden heeft. Hoe ze erachter zijn gekomen? Nou, je kan op een verkeerde link geklikt hebben natuurlijk, maar het kan ook via Skype. Een van je honderden contacten kan via een Skype resolver jouw IP zien te vinden en vervolgens met een booter kunnen zij jou DDoS'en en dus je hele internet platleggen. De afgelopen maand waren voornamelijk de FIFA streamers aan de beurt, dus de mensen die op Twitch hun pack openings aan het streamen waren. Dat is super vervelend. Die persoon is inmiddels mee gestopt, maar het gebeurt echt in elke categorie van de gamingwereld. Zo werd onlangs Tease Games beticht dat hij dit zou doen. Ik geloof hem, hij zal dus niet achter de DDoS liggen op de FIFA YouTubers. Wie het wel is, dat weten we niet, omdat het voornamelijk anoniem is. Hoeveel verdienen YouTubers nou echt? Nou, echte cijfers zal ik niet noemen, omdat het contractueel ook niet gedeeld mag worden. Alleen jullie kijken natuurlijk ook naar Social Blade. En daar worden echt hele belachelijke bedragen genoemd. En bedragen die misschien wat meer bij de realiteit liggen. Dus ik zal proberen daar wat openheid over te geven. Zonder natuurlijk een aantal namen op te noemen, want dat is natuurlijk super lullig. Het gaat bij YouTube voornamelijk om geloofwaardigheid en imago. En als mensen weten of überhaupt al verwachten dat je 20.000 euro per maand verdient, dan ben je een stuk minder tof volgens het online publiek. Ik verdien geen 20.000 euro, dat kan ik je gelijk vertellen. Het gemiddelde rekensommetje zit ergens tussen de 50 cent en de 1,50 euro per 1000 weergaven. Dit is dan natuurlijk ook afhankelijk van videolengte. En per categorie is het ook nog eens een keer heel belangrijk. Gamekanalen, zoals mijn grootste kanaal, dat zit een beetje aan de onderkant van de samenleving, zeg maar. Die krijgt echt die 50 cent. En beautykanalen, die zitten naar 1,50 of zelfs hoger per 1000 weergaven. Betekent dat jij, als het goed is, nou uit kan rekenen wat ik met 8 tot 10 miljoen weergave ongeveer verdien. Daar trek je 42% belasting vanaf. En voilà, ik kan mijn huur betalen en boodschappen doen. Succes met het rekenen bij de rest waar je het altijd al van hebt willen weten. De echte viral van 2015 dus. Monica Geuze, zoals ik al aan het begin zei. YouTube-sterren zoals Enzo Knol en Stuk TV, die verbazen ons elke dag en elke week natuurlijk weer met hoe vaak hun video's per stuk bekeken worden. Maar een echte viral is het niet als het op 200.000 of 300.000 blijft hangen. Dan hebben we het over miljoenen weergaven in een relatief korte tijd. De YouTuber Teumes die deed het in 2010 en Ponkers deed het recentelijk met parodieën. Alleen parodieën zijn natuurlijk wat makkelijker virals. En met makkelijk betekent dat niet dat een video makkelijk te maken is, maar relatief makkelijk. Je maakt namelijk natuurlijk al gebruik van de populariteit van het nummer wat je covert. Als je een origineel iets kan maken, wat Monica gedaan heeft, dan is het anders. Monica's originele track Laten Gaan is maar liefst 3 miljoen keer bekeken in de afgelopen 2 maanden. Even ter vergelijking, de poging van Stuk TV met De Hele Nacht Door heeft 1 miljoen weergaven in 3 maanden tijd gekregen. En om ook ongeveer 1 miljoen weergaven te krijgen, doe ik 2 jaar met een Kingdom Rap. Dat is dus totaal geen viral. Waarom dat van Monica dan toch zo speciaal is, 3 miljoen weergaven in 1 maand met een origineel nummer, dan moet je het gewoon simpelweg naast de concurrentie leggen. En dan hebben we het over D met You bijvoorbeeld, die 900.000 weergaven heeft gehaald in ook 2 maanden tijd. Dat is meer dan 3 keer zo weinig. En Teske met Rewritten, wat een gigantisch mediaspectakel was, op tv geweest, optredens. En dat zit op 800.000 weergaven in 8 maanden. Qua resultaat is Monica dus momenteel het allerbeste in videoclips produceren in YouTube Nederland. Uiteraard ben ik ontzettend trots op mijn Kingdom Rap, wat bijna 1,5 miljoen keer bekeken is. Zullen D en Teske en uiteraard Stuk TV ook heel trots zijn op hun product. En 1 miljoen weergaven, jongens, is ontzettend veel. De enige reden waarom ik de vergelijking maak is om even de koningin van de viral van 2015 te laten zien. Monica, supergoed gedaan.
Dan zijn we alweer bij het eind van YouTube Nieuws, maar niet voordat we de stijgers en de dalers nog eens even gaan benoemen. En op nummer 3 van de stijgers staat Enzo Knol. Enzo Knol was dan gigantisch groot, dat klopt. Hij was een half jaar geleden maar liefst 40 miljoen keer bekeken per maand. Inmiddels is dat 33 en dat lijkt een daling, alleen het is 14% stijging ten opzichte van vorige maand. Behoorlijk goed dus als je kijkt hoeveel 14% eigenlijk wel niet is van 30 miljoen. We gaan dus de komende tijd nog heel erg veel knolpower zien. Op nummer 2 staat dan Lars, oftewel Flaco Games. Lars heeft maar liefst 50% extra weergave gekregen de afgelopen dagen. Maar dat is natuurlijk niet het speciale, want er zijn wel meer YouTubers die dat hebben. Lars komt zelf uit een klein beetje een creatiedip en heeft onlangs zichzelf hervonden. En dat wordt nu dus beloond met maar liefst 50% meer weergave. Maar daar houdt het niet bij op. Nee, hij heeft 430% meer abonnees gekregen als vorige maand. Dat is dus meer dan 4 keer zoveel. Daarom staat Lars op nummer 2 en op nummer 1... staat iemand die jullie misschien wel kennen. En ik denk dat iedereen die binnenkort wel gaat kennen. Dat is Gio van Gameplay World XL. Alle cijfers van Enzo Knol en Lars mogen wat mij betreft zo het raam uit. Gio heeft het namelijk vanwege samenwerkingen, iets waar ik volledig achter kan staan, het voor elkaar gekregen om 650% meer weergave te krijgen als vorige maand. Inmiddels zit hij dus al op 3 miljoen en kwam hij van 500.000 af. En de echte spannende prestatie is zijn abonneegroei. Meer dan 900% is hij gestegen de afgelopen 30 dagen. En dat betekent dat Gio momenteel van alle YouTubers in heel Nederland het meeste abonnees per maand erbij gekregen, maar liefst 47.000 abonnees zijn geabonneerd op Gameplay World XL. En dat is een flinke prestatie. En dat is waarom jij op nummer 1 van de stijger staat. Dalers hebben we momenteel eventjes niet. Maar als jou iets opgevallen is, zowel qua nieuwtjes, qua roddels, als je iets wil weten, dan kun je dat even achterlaten in de reacties hier op deze video. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze allereerste aflevering van YouTube Nieuws. Volgende week is er hopelijk weer een item als er genoeg gebeurt natuurlijk in YouTube Nederland. Anders slaan we een weekje over. Mijn naam is David bij Dat Wist Je Al en bedankt voor het kijken. Tot ziens.